Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan even opnieuw proberen of we deze sidequest verder kunnen doen, want het probleem was een beetje dat wij net vorige aflevering vastliepen omdat die de tekst van Ominous niet laden, helaas. Neither the imperious curse nor the killing curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. All right. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. That's good. Maar Ominous is here. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. No gloves. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. You. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. No. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Oof. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. Oof. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Okay. Nu kunnen we, als het goed is, gewoon verder gaan met de game. Quests. No assignments. Nee. Oké, dan gaan we een klein beetje exploren totdat de quest vanzelf oppopt. Oh. World map. Er is hier van alles en nog niks. We kunnen daarheen proberen te gaan. Wow, wat is dit? Een van de één collection chests. Oh, die is dan klaar. Die is dan afgevinkt. Dat is wel grappig. We kunnen hier naartoe gaan en dan kijken of we kunnen vliegen naar dat punt daar om. Om in ieder geval dat vlammetje te fixen. Misschien komen we onderweg nog wat tegen. En zo niet, dan vliegen we door naar het andere vlammetje wat we daar bovenin nog niet hebben. Zodat in ieder geval alles relatief bereikbaar is. Indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Er is hier wel iets wat we moeten pakken, zo te zien. Er is hier een chest. Oh, dat is buiten. Laat me alsjeblieft om het huis heen lopen, dankjewel. Oh, het is niet buiten, het is een andere deur. Nee, het is ook niet een andere deur. Het is wel binnen, zie je dat? Oh, sta. Ah. Nice. Die moeten we wel hebben. Oké. Okay. Let's go on the broom. Hey. Dat is altijd leuk. Oh, daar is de rest. Oh fuck, ik miste hem nu. Klein beetje last van leg spike zoals jullie zien. Let's go. Toen binnenkort misschien ook maar weer eens even gaan kijken voor upgrades voor de broom. Oeh, hier heb je nog een pop balloons. Boom. Oh joh, het is hier een beur aan de hand. Er zou nog ergens één balloon moeten zijn. Ik weet alleen niet zo goed waar. Hier is in ieder geval een vlammetje. Laten we dat in ieder geval doen. Oh. Vlammetjes hier binnen, oké. Revelio. Oh, we hebben hem al geunlocked, dat is fijn. Oeh. Oh ja, dat is het vlammetje. What are you up to now? Nice. Vlammetje geunlocked. Daar zijn we al geweest. Deze is wel interessant om naartoe te gaan. Set waypoint. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Zo, en er zit daar. Zo'n ding. Dit is wel interessant. Laten we even kijken of we kunnen afstappen. What do you have in store for me this time? Revelio. Oh. Dat was het niet? Oké. Okay. Oh, we moeten erop springen waarschijnlijk. Yep. Not so tricky after all, Merlin. Easy. Nice.
ook dat is weer gelukt. Interessante exploration, dan zijn we aan het doen. Een Jobbernol dan. Ik weet eigenlijk niet. Heb ik de Jobbernol al? Dat weet ik eigenlijk niet. En dit is Giant Purple Toad. Die heb ik wel, dat weet ik zeker. Zullen we er nog eens zo eentje doen? Want ik heb het gevoel dat dat best wel iets zou kunnen opleveren. Oh. These rocks have seen better days. Confringo! Incendio! Nice. Revelio! Incendio! Confringo! Incendio! Revelio! Incendio! Die kwaad. Oh, die was hem al. Nice. We kunnen al bij de collection gaan kijken. Rebellion. Bij de collection gaan kijken, want als we de collection bekijken, dan weten we misschien ook wat zo'n beetje de bedoeling is. Ik doe bijna level 24. Met wat we nu aan het doen zijn. Even kijken, is dat hier? Oh, deze moet ik niet hebben. Ik moet niet de collection hebben. Ik moet... Nee, ook niet de quests. Hoe heet het? Wel de collection dan? Nee, toch. Challenges? Ja, challenges moet ik denk ik hebben. Ja, ja. Even kijken, wat is dit? Collect all traces from two ancient... Ja. Additional capacity added to your ancient magic meter. Je moet het claimen. Oh, wat? Dat is goed om te weten, dat je die shit allemaal moet claimen. Dus dat zijn ancient magic meters, die kunnen heel erg van pas komen. Wow, yo. Dit is interessant. Dus, oh, oké, dit is niet zo heel veel. Ja. En Room of Requirement. Dat is nog niks. Oké. Okay. Hebben wij nu niet veel te veel gear? Voor mijn gevoel hebben we veel te veel gear. Oh, ik heb meer gear slot gekregen. Zie. Wel een hoop om te verkopen, dus dat is sowieso interessant. Die is beter, alleen daar moet je level 24 voor zijn. Oké. Die is beter, die gaan we dragen. Die is ook beter, maar dan moet je level 24 voor zijn. We zijn echt bijna level 24 volgens mij, ja. Dus dat is goed nieuws.
Hebben we nu zo'n extra ding? Ja, zo'n extra meter. Dat is interessant. Wel, even kijken of we nu 6 van die andere kunnen doen. Even kijken. Oh, er zijn veel dingen te unlocken, zie je dat? Hier is er sowieso nog 1. Hier is nummer 2. Drie, vier, vijf, zes. Er zijn er op zich 6 op de plaatsen waar we al geweest zijn. Dat kunnen we even gaan doen. Of even. Dat kunnen we gaan doen. Dan is dit de dichtstbijzijnde. Laten we naar die gaan. Maar we willen even kijken. Laten we die kant gewoon maar op gaan. Oh ja, 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 we worden al naar binnen gesommeerd. Oeh, heb je van die teleportkikkers? Oh, dat wordt een feest. Incendio! Ik weet niet of ik die teleportkikkers op dit moment al Rebellion. Al vertrouw. Laten we er eens eentje proberen. Oké. Okay. Dit is er één. Oké, okay, nice. Dit is wel echt een grappige. Oké. Okay. Hier hebben we nog niet geprobeerd. Jij. Nice. Ik heb er nog één. Rebellion. Nummer. Die. Nee. Oh. Confusing. Confusing. Yo, jij. Oh. Yeah. Gecomplete. Rebellion. En level up. Level 24 is super tof, want dan konden we betere gear aan gaan doen. Dus laten we dat zeker meteen doen. Hadden we beter van die... Nee, hadden we een betere van die? Nee, hadden we een betere van die? Hier hadden we wel een betere van, volgens mij. Ook niet. We hadden ergens een betere van. Van die dan? Nee. Ja. Ziet er niet uit, maar... Oh, wacht. Nee, nee, nee. Oh, nee, ik wil die. Dank je. 52, 52. Nice. Dat is 1. Hier was er nog 1. Zo gaan we ze allemaal gewoon lekker af en dan krijgen we zo'n 4e metertje als het goed is. Zou je je levensbalk ook kunnen uitbreiden? Ik denk het niet hoor, maar... Oh, jawel. Ik denk, volgens mij is dat ook gebeurd. What the fuck? Nice. This place has seen better days. Okay. Incendio!
Yes, heb ik. Revelio. De booming. Revelio. Oeh, daar houden we van. Dat zijn wel. Hoe werken die ook alweer? Moest ik dan niet die hebben? Oh, die sowieso. Ah. Ja, zie je, dat had dus in die ene cavern waar we waren dus ook gekund. Maar ja, dat daar kwamen we toen niet achter. Oh, kut. Wingardium Leviosa. Lumos. Oh. Wingardium Leviosa. Top. Accio. Yay. That wasn't too hard. Nice. Whoa. Confringo. Incendio. Oh. Accio. Levioso. Incendio. De bitches zijn dood. Nice. Dan kunnen we hier mooi naar boven. En, oeh, ligt hier iets? Nee. En dan is het tijd om naar de volgende te gaan. We hebben er nu 2 gedaan. Laten we hier naartoe vliegen. We hebben nu 2 gedaan, dat is al top. Laten we kijken of we er nog een paar meer kunnen doen. Nog 4 om precies te zijn, zodat wij er toch soort van voor kunnen zorgen dat we heel veel ancient magic kunnen storen. Oh. This looks intriguing. They come after oh, me. Dat had ik niet verwacht. 10 graves. The ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. This is almost too easy. Oh, oh. You're then. Confringo. Incendio. It isn't your trick. The beasts around here can sleep a bit easier now. Okay. Confringo. Fuck. Incendio.
Oh, yo. Confringo. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Oh, what the fuck? Confringo. Cursed feet. Oh, yo, wat gebeurt er? Oké. Okay. Oh, ik kan er niet omhoog. Revelio. Ah, we moeten boven langs. Oh. We moeten misschien alsnog boven langs, maar niet op die manier. Kunnen we ook niet door. Kijk, hier kunnen we langs. Er doorheen, ja. Accio. Accio. Incendio. Okay, we moeten dus uiteindelijk wel boven langs. Wat we ook moeten doen is kijken waar. Ik denk hier trouwens. Dat weet ik wel zeker. Oké. Revelio. Incendio. Nice. Revelio. Oké. Okay. Revelio. Who lived here, I wonder? Er zit daar nog één. Kunnen we hier ergens boven langs? Ja. Dat was minder moeilijk dan ik dacht. Nu alleen weer oh wacht, nee, dat hoeft niet. Oh. Oh, dat lukt aardig. Alleen de derde ding nog vinden. En die is daar, alleen hoe kom ik daar? Incendio. Oké, okay, dat werkt niet. Moet die gewoon bovenop komen, dus laten we Wingardium Leviosa pakken. Wingardium Leviosa. Oh. Deze duurt wat langer dan ik had verwacht. Kut. Zo. Revelio. Nou, laten we die. Oh. Die pakken. Godse vlot. Ook weer gehaald. Nice. Oké, volgens mij moeten we er nog 3. En dan doen we de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.